Welkom bij Vraag op Straat. Wij gaan eens vragen wat de mensen vinden van het Sinterklaasfeest. Ja, iets wat niet weg mag uit onze samenleving, dat hoort er gewoon echt helemaal bij. Dus kijken we ieder jaar volop naar uit. Lekker genieten met kindjes op de bank, dat Sinterklaas aankomt. Gewoon echt helemaal leuk. Ik vind het erg belangrijk. Ik vind het een traditie voor kinderen die eigenlijk in stand gehouden moet blijven. Dus ik vind het belangrijk dat het blijft bestaan. Het hoort erbij. We zijn ermee opgegroeid, dus het is gewoon een mooi gebeuren voor elk kind, elk jaar weer. En dat moeten we ook zo houden ook. Ik vind het altijd wel gezellig. Ik heb er wat goede herinneringen aan van vroeger. En dan hoop je dat je dat ook op je kinderen over kan brengen op die manier. Dus dat is wel leuker aan, ja. Leuk, kinderfeest moet blijven. Dat het lekker zo moet blijven zoals het was. Met Sinterklaas, Zwarte Pieten. Ja. Ja, ik vind dat wel heel gezellig. Ja. En hoe gaat u het vieren? We doen het gewoon gezellig met de kinderen en de kleinkinderen uiteraard. En dan maar overwegend het meer echt voor de kleinkindjes. Pakjesavond, ja, met de kinderen. Wij doen nog steeds pakjesavond. Ja, elke 5 december. Bent u al bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest? Ik ben al klaar. Ik heb al mijn kleinkids vorige week zondag al gehad. En bij ons is, ik kom uit Maden. En bij ons is op zondag de intocht. En dan doe ik meteen erachteraan de pakjes. Dus het is al een heel feest geweest. Nou, enigszins. Ik ben wel aan het kijken van wat ik precies wil hebben. Maar ik heb nog niet heel veel gekocht. Nee. Nee, nog niet. Nee, de kriebels zijn er niet begonnen. Maar dat zal komen in de week van 5 december, denk ik. Ja. Ja, zeker. Zeker. Alleen maar inkopen doen. Nee. Nee, helemaal niet. Nee, wij doen niet zo meer aan Sinterklaas. Wel gedaan, maar nu heeft u het verplaatst naar de kerst of doet u het anders? Ja, verplaatst naar de kerst. Dus dat ze wat groter zijn.